in binnen maar geeft. Ja, dan heel ander nieuws. Het kabinet wil de verkoop van alle paddo's verbieden. Dat laat mij niet in de rust. Volgens de ministers Klink en heer Balin zijn de paddenstoelen die als hallucinaties opwekken gevaarlijk. Hallucinerende middelen. Hallucinerende middelen. En met die hallucinerende drugs zoals LSD en paddo's bewandel je gewoon een ander pad. Dat het op een gegeven moment wel genoeg is. De antiloog! Dacht het terug. Het toetsenbord. Er is nu niemand in de Tweede Kamer die verstand heeft van paddo's. Helemaal. Als heer zijnde pas ik nooit formules toe. Het is vreesbaar. Ach, kon ik nu maar deze problemen in een universeel computer voorleggen? Er zitten immer nog vele leugens in de wetenschap. Ja. Hoor ik ook mijn best. Ach, in mij ook. Het voelt gewoon wel heel, je ziet wel alles wat er gewoon is. Dat nu juist het christelijke CDA paddo's wil verbieden. Paddo's groeien vrij in de natuur. Wanneer je de natuur gaat verbieden, dan suggereer je eigenlijk dat God een fout heeft gemaakt. Laten we er voor de lol van uitgaan dat er een God bestaat en dat hij hemel en aarde heeft geschapen. Dan zijn de paddo's dus zijn creatie. Wie weet wil God wel dat we onze geest verruimen en heeft hij paddo's geschapen voor ons allemaal. Wie weet heeft God een specifiek plannetje dat hij met ons wil delen en gebruikt hij de paddo's daarvoor als medium. Door nuttigen van geestverruimende paddenstoelen. Op een grote paddenstoel, rood met witte stippen, zat kabouter Spillebeen heen en weer te wippen. Luidt het aloude liedje. Wel, bleef het maar bij wippen.
en andere paddenstoelen, mist zijn uitwerking geen cent. Ons land geniet een grote aantrekkingskracht op vakantiegangers vanwege haar aloude gebruiken en de onverwoestbare schoonheid van haar monumenten. Wie zegt mij dat het van de paddenstoelen komt? Men wijst zo makkelijk met de beschuldigende vinger. Mensen mogen wel verslaafd zijn, maar hun verslaving moet niet ten koste gaan van hun productiviteit. Wanneer u de Leo-formule der geleerde Einstein toepast en de Pips zegt dat deze denker een nieuwe leer verkondigt.